zoals het was vroeger was. Zoals het was vroeger was. Zoals het was vroeger was. Is dat ziek van de fles straks of? Nee hoor. Nee. Dat kunnen we aanwalen. Ja. Filmen. Oh ja, dat is leuk. Omdat ik zo, ik maak dagelijks misschien 8 opdrachten en dan per opdracht misschien 30 foto's. Ja. Dus op een gegeven moment dan, ik doe altijd bij het inladen, ik ga er doorheen op de kaart in Adobe Bridge. En dan selecteer ik de 10 beste en die zet ik op de computer en de rest, nee, want dat is te veel. De omschrijving, hè? Ja. Dat is het probleem, hè? De omschrijving. Ja, wat is en wie erop staat en waar. Ja, en, dat moet ook altijd vastgelegd worden. Ja. Bij dit ook zo. Ja, ja. Jij bent ook Rieders of niet? Ja, tuurlijk Wim. En hoe gaan we nou de boerderij opzetten of? Nee, mezelf. Oh, ben Wim. Ben Akkermans, hoi. Hoi. Ik kom Rieders fotograferen voor een artikel in BN Stem over het feit dat hij alles vastlegt hier in de buurt. Oké. Okay. Kijk joh. Mooi, ja. En hier is het. Klaar. Mooi hè? Ja, toen ik in 2000 met het boek bezig was over vracht, toen kennen ze me natuurlijk weer beter. Nou is het weer enkele jaren geleden, dus ze me gezien hebben. Dit was een vroegere winkeltje. Ja? Ging een boodschapjes doen. Echt waar? Ja. Het monumentje van Vrachelen. Heb ik ook hier moeten filmen. Hierachter. Monumentje van Vrachelen? Ja. Heel oud boerderijtje. En daar is mijn grootmoeder geboren, in 1865. Ja, daar zit hij geboren. Ja, ik ken hem geboren. Ja, nee, dat is gewoon een parkbierpand. Dat is een oud cafeetje. Een mooi huis. Een beutemer, hier in dat parkbierpand. En dat doet een oud pandje. Wat is dat ooit geweest? Dit was vroeger ook een schitterende mooie boerderij. Ja, deze nog steeds. Ja, mooi. Dat is heel anders dan nu. Oh, je landers, hè. Ja? Oh, wacht, stop maar op. Heel anders. Okay. Ja. En daar heeft mijn broer gewoond, daar. Oh, maar jullie hebben echt veel bij elkaar in de buurt gewoond. Ja, allemaal bijna. Ja, en hier heb ik een boerderij gestaan, zo'n parkingstoor, daar heb ik mijn zus gewoond. En nu zijn we steeds meer uit Oosterhout, maar ja. Hier heeft mijn zus gewoond. Ja, zo. Bij de foto, Rienus, een achternaam heb ik ook, filmt in de Vrachtelse straat. Ja. En wat bent u? Omgeving. De omgeving, filmt de omgeving. Ja. In de Vrachtelse straat. Dit is de oude Vrachtelse straat. Nou, succes dan verder nog met Dank filmen. Dank je. Hoi. Succes. Bedankt. Hoi. Zoals het was.